Minister Muiters, u stond in 2003 mee aan de wieg van Jobkanaal. Welke tendensen hebt u opgemerkt in die periode? Ik denk dat de draagvlak vergroot is. Niet alleen omdat we in de start natuurlijk alleen als FOCA daarmee zijn begonnen. En na Unizo, Verso en VKW zich hebben aangesloten. Wat maakt dat je eigenlijk samen, niet in concurrentie, samen achter die doelstellingen staat en samen probeert iets te realiseren. Ik denk dat dat een belangrijke tendens is. Een tweede tendens is dat je ook bij de overheid ziet dat daar meer interesse was voor wat daar gebeurde. Ook meer geloof dat daar resultaten mee konden bereikt worden. Ook de tendens dat quota, de vraag naar quota, steeds minder luid klonk. Dat zijn de positieve zaken, denk ik, toch, die we kunnen onthouden uit die verschillende jaren. Is er in de perceptie iets veranderd naar de doelgroepen toe, naar de kansengroepen toe, via Jobkanaal? Ja, zonder twijfel. Als ik de start zie waar men vrij huiverachtig stond over het wat en het hoe en of dat dit wel nodig was of dit wel een taak was van een werkgeversorganisatie, zie je dan toch dat na al die jaren nu alle werkgeversorganisaties, maar ook gesteund vanuit hun bedrijven, daar 100% achter staan. En dat is de goede zaak. Minister Muiters, u bent voogdijminister van Jobkanaal. Welke plaats krijgt Jobkanaal binnen uw beleid? Ja, voor mij is dat een essentieel onderdeel van het beleid. Ik geloof dat ook de crisis heeft duidelijk gemaakt dat blijvend overtuigen dat een diversiteitsbeleid een surplus is voor een bedrijf, dat dat een noodzaak is. En als we ooit 70% werkzaamheidsgraad willen halen, en dat willen we, dat is nodig om ons welvaartssysteem in stand te houden, dan is diversiteit daar een fundamenteel onderdeel in. En bedrijven moeten daar nog altijd van overtuigd worden.